zijn vandaag bij Power aan de La Bohème bedrijf en daar start binnenkort een speciaal project. Kunt u daar ons vanuit de school iets meer over vertellen? Ja, dat klopt. Het is een project wat wij doen samen met Trajectum. We zitten hier allebei in Overvecht, dus dat is onze samenwerkingspartner. Kinderen van beide scholen gaan de buurt in om daar rond te kijken en te kijken of er geen rotzooi wordt geschopt, of er geen ruzies zijn. Dus echt de rust bewaren en ook met buurtbewoners daarover gesprekken voeren. Wij werken daarmee samen met jou, Jongerenwerk Utrecht. En die hebben dat eigenlijk ook een beetje ondersteund, omdat zij het ook belangrijk vinden dat in de buurt door kinderen die hier op school zitten dit soort dingen ook gedaan worden. Dus het is een heel belangrijke samenwerkingspartner voor ons. Ik doe mee aan het project omdat ik het studiepunt voor krijg en later wel iets in de richting van beveiliging wil doen. Het lijkt me wel heel leuk. Ja, je krijgt studiepunten terug voor. Bijvoorbeeld als je Nederlands bijvoorbeeld onvoldoende hebt, kunnen ze jou hoger maken en dan krijg je voldoende per rapport. Ja. Dus dat is wel leuk. En wat wil je hierna gaan doen? Wat ga je naar school doen? Weet je dat al? Ja, ik wil iets met beveiliging doen, waking. Voor de jongeren is het zo dat het ook een soort leerproject is. Ze krijgen een aantal trainingen, sociale vaardigheidstraining, agressietraining en dat soort dingen. En we hopen dat die jongens, want er zitten ook een aantal jongens bij die straks misschien de beveiliging in willen, dat die jongens dan dit als opstapje kunnen gebruiken naar straks. Kun je in het kort zeggen wat ze nou precies buiten gaan doen? Wat ze gaan doen is op een gegeven moment dat ze na schooltijd, dus dat, het is in hun eigen tijd. Na schooltijd is de bedoeling dat ze dus gaan surveilleren is een zwaar woord. Maar dat ze dus een ronde maken in de wijk waar vaak of overlast is of vroeger geweest is of wat dan ook. Dat wordt dan in de ronde meegenomen. Mensen worden aangesproken die daar staan. En zodoende proberen toch met z'n allen dat er dat die jongens een duidelijke functie hebben en dat het goed voor de buurt is. Wat zijn jullie aan het doen? Roken, drinken. En hoe lijkt het je om ook tegen mensen te zeggen van ho, zo moet je je niet gedragen of dat moet je niet doen? Ook tegen je eigen leeftijdgenoten? Aan het begin wordt het wel een beetje wennen, ja, maar komt er wel overheen. Ja, van begin wel, denk ik wel. Moeilijk, maar wennen. Moet eerst wennen. Michel, wat is dit voor een plek? Ja, dit is een stukje plek precies tussen de twee scholen in. En er staan hier drie grote flats. En je ziet het. Er zijn hier wat speeltuintjes voor kinderen, voor jongeren. Maar de scholieren komen hier ook vrij veel hangen. En voorheen werden hier allemaal vuilniszakken naar beneden gegooid. Er liggen allemaal troep hier op de grond. En de jongeren die hier zitten aanspreken en de buurtbewoners misschien eventueel bewijzen op hun vuilnis die ze hier storten. Jongens, wij zijn van jouw Power Traject Team. Ons doel is dat wij de wijk moeten observeren. Lopen jullie hier langs die garageboxen? Dit zijn dus de garageboxen tegenover de school. En de leerlingen die lopen hier eigenlijk doorheen als ze naar het winkelcentrum willen. En ook weer terug. 'S Ochtends lopen ze hier. En dus ja, zoals je ziet, een ideale plek om je schuil te houden, om een sigaretje te roken. Om voor liefdesparen hier te zijn. En een beetje te hangen. En er ligt genoeg rotzooi op de grond. Maar ik zou eigenlijk verwachten, hier heb je niet direct woningen aanstaan. Dus hoe erg is de overlast dan voor omwonenden? Nou, als je hier een beetje hard praat, dan klinkt het heel erg hol. En het geluid gaat hier echt bij iedereen naar binnen. Dus je kan gewoon de gesprekken gewoon meevolgen wat er eigenlijk gezegd wordt in de garagebox. Wat vindt u ervan dat de jongeren hier na schooltijd surveilleren? Nou, prima. Want het werd hard nodig. Want de school die was begonnen. En gelijk lag het hier helemaal vol met troep. Hoe belangrijk vind je het voor jezelf en de buurt, dit project? Ik vind het heel belangrijk, want ik vind het heel leuk om ook dat iedereen zich veilig voelt in de wijk. En dat bijvoorbeeld als er een paar jongens aan het kleren, dat ze erop aanspreken, zeg maar. Ik vond het een leuk project. Ik wil graag samen met mensen werken. Dat wil ik ook later als baan doen.